De gemeenteraad van Maassluis stelt €700.000 beschikbaar voor het uitwerken van plannen voor een sportzaal aan de Sportlaan. Ook steunt de raad een voorstel van GroenLinks om de verkeerssituatie voor fietsers daar veilig te houden. Het besluit is tegen het zere been van onder meer de ChristenUnie. Die partij vindt dat omwonenden te weinig zijn meegenomen in het proces. Fractieleider John Dolstra waarschuwt voor mogelijke rechtszaken van ontevreden bewoners. Over de sporthal aan de Sportlaan wordt al jaren gesproken.